Potter was pas 21 jaar toen hij dit schilderij maakte in 1647. En als je er goed naar kijkt, zijn er direct twee dingen die opvallen. Ten eerste, het formaat. Moet ik eens kijken hoe groot dat is. In die tijd, als je werk van die afmeting wilde maken, dan ging het altijd over historische werken of bijbelse taferelen. Maar zo'n alledaags iets als een stier in een wei met koeien? Hell no. En het tweede ding dat opvalt, is dat dit schilderij realistisch geschilderd is. Of ik moet eigenlijk zeggen, superrealistisch. Kijk naar die kikker hier. Echt tot in detail nagemaakt. Of de wimpers op deze koe. Heel mooi gedaan. En dan zie je de stier. Niet realistisch. Nee, want dit is allemaal schetsen die Paulus Potter heeft gemaakt, bij elkaar gevoegd. Kijk, de kont van die stier is van een jonkie. Hè? De hoorns van die stier zijn van een tweejarige stier. En de kenners zien natuurlijk onmiddellijk dat het gebit van die stier eigenlijk bij een vijfjarige stier hoort. Dus deze stier is niet realistisch. Het is meer een soort potpourri van stier. In de 17e eeuw had je nog geen tubus verf, hè? Dus als je wou verven, dan moest je dat in je atelier doen. Maar wou je naar buiten om zo'n stier te vangen, dan moest je met je schetsboekje gaan, in de wei, zo'n beest proberen te pakken. En moet je kijken, dat is natuurlijk een enorm beest. En dan ging je terug naar je atelier en daar ging je dan alles samenstellen. Zijn vrouw, Adriana, die werd trouwens helemaal gek van hem. Want iedere keer als zij romantisch gezellig gingen wandelen met z'n twee, nam meneer zijn tekenboekje mee en bij elk beestje dat hij zag, stopte hij om een tekening te maken. Leuk, hè? Voor haar. Ik wil u graag nog iets tonen op het schilderij. Die boer daar, links van de boom, hè, die stond model voor boer Teun van het leesplankje. Ja, hier staat hij. Onder aap, lachend met zijn stok. Nu hebben we boer Teun wel een tijdje moeten missen. Want eind 18e eeuw veroverde Napoleon Nederland en nam hij het schilderij mee naar Parijs. En hij liet het hier in het Louvre achter mij ophangen in de eregalerij. Nou, al die Fransen die kwamen kijken, die waren onder de indruk. Wauw, zo'n groot schilderij. En met een taureau. Wat een gewoon alledaagse onderwerp. Formidable. Ze gaven het zelfs een naam. Laag democratiek noemden ze het. Nou, de stier van Potter werd een nationaal icoon hier in Frankrijk. Totdat natuurlijk Napoleon moest capituleren. Ja, en toen werd die stier teruggestuurd. En met paard en wagen, hop, naar Den Haag, 1815. En dan pas werd het echt beroemd. Wereldberoemd. Een symbool voor de Hollandse nationale trots. Alleen heeft Paulus zelf dat helaas niet meer meegemaakt. Hij stierf toen hij 28 jaar was aan tuberculose. Ook al beweert zijn familie dat hij overleed aan overmatig schilderen. Maar het levert hem wel heel veel fans op. Van Gerrit Braamkamp tot schilders als Albert Cuyp. Van Catharina de Grote tot A.T. Westendorp, die daar stond in het museum, huilend door de intensiteit van zijn werk. Voor nu genoeg emotie. Morgen gaan we naar de ratio. Met de denker Van Rodin. Als u nu spontaan aan klassieke muziek denkt bij dit beeld, laat het ons weten morgen tijdens het radioprogramma De Klassieken op Radio 4. En dan zie ik u morgenavond in Parijs, de stad van de liefde. Ah, zijn we toch weer bij emotie terechtgekomen. Nou goed, fijne avond en ik zie u morgen.